Pieter Mulders, trainer van Rijnsburgse Boys. Gefeliciteerd, dat was wel even nodig, hè? Ja, dat was zeker nodig. Als je 6 speelt na de winststop en 2 punten haalt, dan is hij heel hard nodig. Ja, inderdaad. Je zegt het al, na de winststop niet meer gewonnen. Dan hoor je allemaal verhalen. Nou, dan denk je misschien wel, misschien vlieg ik er ook nog wel voortijdig uit. Gaat dat wel eens door je hoofd? Nee, dat niet. Totaal niet. Ik ben met die groep bezig en je probeert te omkeren in die fase. Dat het niet goed gaat proberen met die jongens te bewerkstelligen. En je bent niet bezig met ontslag of wegsturen. Nee, totaal niet. Dus jij denkt niet, als we bij de dijk niet winnen, dan kan mijn plek wel eens ter discussie komen? Nou ja, dat weet je nooit in het voetbal. Hè. Er gebeuren rare zaken, rare dingen gebeuren in het voetbal. Maar daar was ik totaal niet mee bezig. Dus we kunnen niet stellen dat een crisis hiermee is afgewend met deze overwinning? Nou goed, kijk, we hebben gewonnen 0-3, goede uitslag. En we zijn blij en we krijgen volgende week een topper, dus ja, mooi kennen het niet. Ja, omzettingen, Carlos Opoku onder andere niet in de basis. Hoeveel hebben die bijgedragen dat toch de invallers het hebben kunnen laten zien vandaag? Nou ja, goed, kijk, Carlos heeft heel kort ingevallen, maar dat is ook een onderdeel van. Die valt in en die staat er en dat is een van de. Dus... Nou, ik bedoel eigenlijk meer degene die dus in de basis mochten starten in plaats van. Oh, zo niet. Nou ja, die hebben het goed gedaan. Ik kan niet anders zeggen. Het hele team heeft het goed gedaan. Tactisch strijdplan werkte. Dus dan ben je altijd blij. En dat de een iets beter speelt dan de ander, dat maakt niet uit. Het gaat om een tactisch strijdplan. Het gaat om de eerste elf. De strijdvaardigheid werd nog wel eens ter discussie gesteld bij de Rijnsburgse Boys supporters. Hebben die vandaag wel gezien? Ja, dat vind ik al een beetje makkelijk al. Als je verliest, dan is de strijd nooit goed. Ik vind het totaal niet aan de orde de strijd. Die strijd is er altijd goed. Ze trainen hard. Dus dat is altijd zoeken naar oorzaken. En dan gaan ze het altijd heel snel over strijd. En dan ben ik het totaal niet mee eens. Makkelijke overwinning vandaag bij de dijk. Eigenlijk ging het heel simpel, ondanks dat ze wel wat kansjes hadden. Ja, eerst al hadden ze 2 goede kansen vanaf de zijkant. Voorzet vanaf de zijkant, de scrims voor de goal. En wij eerst al hadden we ook op goede kansen. En ja, tweede helft zag je wel toen we de ruimte kregen en... toen wij meer de bal hadden, toen zag je het verschil wel. Die strafschop vlak naar rust, dat is ook wel lekker dat hij dan valt. De trainer van de dijk, Jochem Twisker, die zei, volgens mij was het Hens van Serbonie eerst. Ja, volgens mij heb je dat dan gehoord via, want hij zei juist tegen mij, ik kon het niet zien. En ik kon het ook niet zien, ik kon wel de Hensbal van de dijk zien, maar dat weet ik niet. En nou goed, in die fase hebben wij dat ook nodig, die momenten. En volgens mij kwamen we toen heel snel 2-0 en toen was eigenlijk de wedstrijd gespeeld. Hoe dan ook inderdaad de overwinning voor Rijnsburg, de weg omhoog gevonden nu misschien. De weg omhoog gevonden, ja. Dat is te makkelijk. 1 wedstrijd winnen. We moeten weer zorgen dat we een goede reeks maken. En dat is volgende week de tweede wedstrijd weer ervoor. Dankjewel. Top. Succes. Doei.